Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Oh, ik ben nog helemaal met mijn hoofd op Mallorca. Maar ik moet aan de bak. Ik moet heel erg veel inhalen. Dat zei ik vorige vlog volgens mij al. Al mijn werk, zeg maar alle campagnes die ik moest opnemen en posten, zijn allemaal opgeschoven naar deze week. Dus ik heb echt veel te doen. Ik ga zo ook naar kantoor. Dan ga ik daar lekker aan de slag. De jongens heb ik net naar de opvang gebracht, naar de crash. Dus ik ga nu nog even ontbijten en dan ga ik naar kantoor. Nou, ik ben aangekomen op kantoor en ik ben eigenlijk een beetje de boel aan het opruimen, want dat is hard nodig hier. Overal liggen dozen, de vloer is vet goor. Eigenlijk is er een probleem, namelijk, wij delen natuurlijk dit kantoor met z'n vieren. Fiet, Joey, Wout en ik. En niemand ruimt hier op. Tenminste, opruimen doet iedereen nog wel, maar schoonmaken? Homer. Dus ja, we hebben ook niet echt een schoonmaakschema of zoiets, weet je wel. Dus niemand pakt eens een keer de stofzuiger of de dweil. Dat vinden we allemaal irritant om te doen. Dus de vloer is echt... Nou, ik zal het je even laten zien. Maar ik heb dus de oplossing. Ja. Ik heb namelijk iets geweldigs binnen. Waar ik oprecht helemaal blij mee ben. En ik denk de rest ook. Oké, om je even een beeld te geven van de vloer. Er liggen overal, zeg maar, je ziet het al. Kleine, nou ja, wat is het? Kijk, het is gewoon helemaal vies. Haren, stof. Nou, echt heel goor. En het is echt tijd om het schoon te maken. Kijk wat er net wordt bezorgd. Een robotstofzuiger. Ik heb dit altijd al willen hebben. Het lijkt me zo chill. Oké, ik ben heel benieuwd of hij letterlijk deze hele ruimte kan schoonmaken. Start auto clean. Oh my god. Geweldig. Maar ik moet misschien even de stoelen op tafel zetten. Ja, dat ga ik doen. Oh, hij gaat gewoon langs alle hoekjes. Dit is mijn nieuwe beste vriend. Hoi. Ik noem hem Kees. Goed zo, Kees. Dit is dus het oplaadstation. En hij gaat dus automatisch weer hier naar terug als hij klaar is. Oh my god, hij gaat zelfs op het kleed. Wow, dat is chill. Ik dacht dat hij dat niet zou kunnen. Lekker niks doen en een beetje kijken. Love it. Ik lees net op de gebruiksaanwijzing dat hij 3 uur achter elkaar kan schoonmaken. En dan gaat hij dus vanzelf terug naar de charger. En je kan hem ook nog eens bedienen met Google of Alexa. En hij heeft dus een soort laser die dus detecteert waar hij moet schoonmaken. Zo handig. Lekker onder de tafel. Gaat u maar. Kijk even hoe schoon het hier nu al is. Hij heet trouwens de Swiffa 6000 en de merknaam is TCL. Nou, aangezien de stoelen op tafel zijn, ga ik maar even lekker op de bank werken, even editen. En ja, dit ding, fantastisch. Ik hou ervan. Joehoe, ik ben weer thuis van werk en ik ben even alle kamers aan het opruimen. Dit is de badkamer van Luca, maar deze badkamer gebruiken we eigenlijk niet. Behalve, ja, om hier, weet je wel, luiers en dat soort dingen te bewaren. Ik krijg trouwens ook vet vaak de vraag wat voor luiers wij gebruiken voor de jongens. Ik heb trouwens net even mijn nagels laten doen. Zo chill. Ik dacht rood. Wel even een leuk kleurtje. Maar qua luiers gebruiken wij eigenlijk altijd Pampers. En wij zijn helemaal blij met de broekjes. Dat is echt een uitvinding. Want we hadden eerst altijd gewoon met van die stickertjes, weet je wel, om het vast te maken. Maar we zijn best wel al vroeg begonnen, ik denk een half jaar geleden of zo, met dus echt broekjes die je zo aantrekt bij ze. Dat is gewoon super chill, dan zit je niet te kutten met die stickers. En wat ook wel leuk is, oh dit is zonde, ik had dus allemaal leuke slofjes gekocht voor de jongens en ik ben het gewoon vergeten terug te sturen. Want ja, dit werkte eigenlijk gewoon niet. Dat vinden ze fucking irritant. Ze hebben gewoon veel liever gewoon een pantoffel wat helemaal om hun voetje zit. Maar ik vind het zo snoevig. Ik zou dit zelf gewoon willen eigenlijk. In ieder geval deze twee boeken. We zijn eigenlijk een beetje uit de Paco-fase. We hebben natuurlijk gewoon super lang de Paco-boekjes voorgelezen 's avonds. Maar ik wilde even gewoon iets zonder die muziekjes doen. Voor de afwisseling. En ook gewoon leuk dat ze helemaal
weet je wel, hun eigen fantasie erbij gebruiken. Dus we zijn nu bezig met deze twee boeken. Bezig. We lezen ze letterlijk elke dag voor. Al best wel een tijdje. Ik denk nu, nou, dikke maand of zo. En ja, het is echt een aanrader. Vooral deze vinden ze helemaal geweldig. Dat gaat over een babyelfje dat zijn mama kwijt is. Ja, dat klinkt heel erg zielig, maar het loopt goed af. Dus don't worry. Ik weet niet, ik vind het gewoon chill. Want eerst dacht ik, toen ik het eerst zag van... Oh, ik vind het bijna een soort van computerachtige tekeningen. Dat ik dacht, dit spreekt me eigenlijk helemaal niet aan. Maar ik merk, omdat het zo simpel is, dat de jongens het dus heel erg goed op gaan. In tegenstelling tot dit boek, Donnie. Wat echt een geweldig boek is. Maar het is nog wel iets te druk, denk ik, voor ze. Maar het is een fantastisch verhaal. Want het gaat namelijk over een jongetje. Die houdt van gamen en klimmen en jongensdingen. Maar hij wil altijd heel graag een prinsessenjurk aan. En, want hij heeft twee moeders. Dus geen vader en moeder, maar twee moeders. En die hebben ook altijd jurken aan. Dus daarom wil hij ook altijd een jurk aan. Dit is Donnie. Dus ik vind het wel echt super leuk verhaal. Ook omdat het natuurlijk in deze tijdsgeest heel erg past. Dat je eigenlijk je gewoon mag kleden zoals je wil. Als je een jongen bent en je hebt zin om rokjes aan te doen of een jurk. Ga dat alsjeblieft doen. Als Wolf of Luca dat wil. Dan ben ik echt de laatste die hun daarin zou tegenhouden. Echt, ik zou dat alleen maar juist omarmen. Als ze zichzelf willen zijn. Dus dat vind ik heel erg mooi aan dit boek. Dat het een heel mooi verhaal is. Alleen de tekeningen heb ik het gevoel dat voor hun leeftijd. Maar ja, ik ben ook echt iemand die zelf ook niet tegen te veel prikkels kan. En Wout ook niet. Dus misschien dat we dat dan automatisch ook onze kinderen in bescherming of zo nemen. Tegen te veel prikkels. Maar ik denk dus dat dit boek te veel prikkels op dit moment is voor het slapen. Maar ik zie wel helemaal voor me dat als ze zometeen ietsje ouder zijn en het ook iets meer begrijpen, dat dit echt een super leuk boek is om voor te lezen. Maar voor nu gaan we eigenlijk wel even wat meer door met deze. Grappig eigenlijk vind ik ook om te zien, dat weet ik ook nog van toen ik zelf kind was, dat, ja, weet je wel, een boek of een film of een televisieprogramma, ze kunnen het gewoon 450 keer kijken. Of elke avond hetzelfde boekje. Dat vinden ze heerlijk. Eigenlijk zo makkelijk. Gewoon, ach, bleven we maar zo. Bleven we maar allemaal kind en hadden we niet zo ongelooflijk veel keuzes en dingen die we allemaal willen. Toch? Nou goed, ik vond het wel grappig om dat dan te zien, weet je wel. En nu te ervaren dat ze echt juist niet een ander boekje willen dan Baby L, Mama kwijt. Dat gezegd hebbende ga ik even verder met opruimen. Ik ga morgen zoiets leuks doen. En ik wil het morgen echt in geuren en kleuren vertellen. Want ik weet ook niet zeker of dat al mag. Dat moet ik heel even checken. Maar ik ga morgen auditie doen, stemmetest. Voor de hoofdrol van een nieuwe animatiefilm. Die komt dus volgende maand of over twee maanden, ik weet niet precies, in de bioscoop. En dan ben ik dus een van de rollen daarvan. En dan ga ik dus, ja, de stem inspreken. En ik vind het zo te gek, want dit is iets wat ik altijd al een keer heb willen doen. En nu moet ik me gaan voorbereiden daarop, op die auditie. Maar ik zou eigenlijk niet weten, hoe bereid je in godsnaam voor op zo'n stemmetest? Ik weet het niet. Misschien moet ik gewoon niet meer praten. Nou, ik heb geen idee of ik ook allemaal gekke stemmen moet doen of juist mijn eigen stem. Ja, ik ga het morgen allemaal weer zien. Ik vind het al te hilarisch dat ik daar mag komen om een test te doen, zeg maar. Snoef, ik vertelde je natuurlijk net dat ik die auditie morgen heb. Ja. Maar hoe zou jij je voorbereiden? De hele tijd allemaal gekke stemmen zo doen? Ja, allemaal gekke stemmetjes oefenen. Oh, wat leuk! Ga je met me mee op reis? Nee, dat lijkt me echt helemaal niks. Gewoon, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik daar heel slecht in ben trouwens. Ja. Oké, daar ging even wat mis, want mijn telefoon viel uit. Dus inmiddels heb ik een extra batterij gevonden. Maar waar was ik? Wat wilde ik laten zien?
Oh jongens, nu zien jullie dit. Ja. Kerstboom. Het is echt heel erg. Het is gewoon half januari en mijn kerstboom staat nog toe even normaal. Bij wie staat hij nou nog? Ik ben heel benieuwd. Bij Fiet ook trouwens. Dat vind ik wel heel chill. Dat ik niet de enige ben. Nee, ik weet niet wat het is. Maar ik krijg mezelf gewoon niet zo ver. En Wout ook niet. Om dat ding af te tuigen. Het is gewoon... Ik weet niet wat het is. We hebben het ook elk jaar hebben we hier last van. Hij heeft zelfs een keer tot maart gestaan. Nou, dat is natuurlijk gewoon bijna gênant. Maar ja, ik vind het gewoon zo'n opgave. Elke keer denk ik... Oh, geen zin in. Terwijl ik dan wel bijvoorbeeld even tijd ervoor heb. Of 's avonds of zo. Maar ja, het gevolg is dus dat hij alsnog hier staat. En niet alleen de kerstboom hoor. Nee, nee, nee. Ook de kerstman staat er ook nog. Joejoe. En wat staat er nog meer? Wat staat er nog meer? Kijk eens even. Oh, de krans die daar hing, die is weg. Kijk. Daar zien we nog een leuk kransje. En hier zien we nog een leuk kransje. Ja, ja, ja. En ik had eigenlijk stiekem verwacht dat Wout het wel even zo doet. Maar dat heb ik echt verkeerd gedacht. Want hij gaat dat echt niet alleen doen. Ik vroeg het ook aan hem. Zei hij, dag, dat gaan we sowieso samen doen. En dat, daar heeft hij ook wel een beetje gelijk in. Want je gaat zoiets helemaal gezellig samen optuigen natuurlijk. Dat vind ik altijd geweldig om te doen. Maar ja, dan moet je het ook gewoon samen gaan aftuigen. Ja, 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 dat zijn de consequenties. Dus ja, ik hoop dat jullie in de vlog van volgende week zien dat het me is gelukt. Jongens, ik heb aardbei voor jullie. Ja, lekker. Oh, eet smakelijk! Lekker! Lekker! They copy everything. I'm so excited. Morgen. Ik heb echt zo'n ochtend dat ik niet wakker kan worden. Ken je dat? Lukt me gewoon niet. Ik heb al 3 koffie op. Maar ik blijf echt in een soort slaapmodus. Ik heb ook de jongens even voor Pippi gezet. Dus ik zat er net tussen, lang uit op de bank. Heerlijk. Oh, maar nu moet ik echt wat met mijn leven gaan doen. En met hun leven. Dus voor tijd om wakker te worden. Zo, ik ben even een appeltje aan het schillen en in stukjes aan het doen. Ik vond het al doodeng om ze appel te geven. Want ze zijn een paar keer dat ze er half in zijn gestikt. Maar nu gaan ze daar heel goed op. Dus nu geef ik het gewoon in dit soort partjes. Wil jij geen appel? Nee. Pak maar. Zo, nee. Jij niet? Oh, liever. Wil je nee? Mama? Oké. Okay. Ga je aan papa's been hangen, lekker? Ga je lekker aan papa's been hangen? Vond je de appel toch niet zo lekker? Wacht even, Wolf. Mama even bij. Zo, spuug je het allemaal uit? Oké, ik sta nu voor de Wim Pelt studio, want ik ga zo iets spannends doen. Ik ga een soort van ja, auditie slash stemmentest doen voor een hele vette tekenfilm die in de bioscoop komt. En er zijn 2 hoofdrollen, een mannelijke hoofdrol en een vrouwelijke hoofdrol. En ik ben daar dus nu voor gevraagd. Zo fantastisch. Dit is echt een droom die uitkomt. Lijkt me gewoon geweldig om helemaal in te leven in dat personage. En ja, die gewoon een soort van te acteren met je stem eigenlijk. Dus ja, ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Want ik heb dit natuurlijk nog nooit gedaan. Volgens mij moet ik gewoon ja, letterlijk teksten gaan oplezen uit de film. En me inbeelden dat ik dat personage ben. En ja, dan gaan ze dat beoordelen of ik wel echt bij die rol natuurlijk pas, bij het personage. En dan gaan ze kiezen of ik het wel of niet hoor. Dus, to be continued! Hi! Oh, ga maar hoor! Ik vond het helemaal leuk, zo die muur.
Oké, ik heb het net gedaan en het was zo leuk. Ik moest wel even inkomen, want ik dacht eerst dat je de hele op een best wel luid volume alles moest zeggen. Maar ik mocht dus ook helemaal switchen qua harder, zachter, ingetogen, uitbundig. Ja, het is een geweldige film, dat zie ik nu al. Ja, ik vond het echt leuk. Echt heel leuk. Heel anders dan wat ik ooit heb gedaan. Dus ik hoop het. Ik hoop dat ik het hoor. Oh my god, jongens. Ik word net wakker en ik lees mijn e-mail. En ze hebben mij gewoon uitgekozen voor de rol van Mac van Hope Hopper. Ik ben zo blij. Niet normaal. Echt geweldig. Ik had... Ja, ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik had... Ja, ik had er eigenlijk nog helemaal geen gevoel bij of ze mij zouden uitkiezen of niet. Dus ik vind dit wel echt zo bijzonder en zo te gek. En ook wel heel spannend, want nu moet ik het gewoon doen een hele film lang. Echt, ja, zo leuk wakker worden dit. Had ik trouwens al een keer deze lamp laten zien in de kamer van Wolf? Volgens mij niet. En hij is dus gewoon van de karwei. Ik weet niet wat het is, maar op camera lijkt het letterlijk alsof dit nu rood licht geeft. Maar het is gewoon normaal licht. Maar het staat dus echt super mooi. En hij was heel betaalbaar. Dus het is een leuke tip voor als je nog een mooie lamp zoekt. Nou, wat is dat met dat rood? Het is gewoon heel gek dit. Kijk eens even. Ik sta nu even anders. En dit is... eigenlijk de kleur die het echt is. Het is wel iets warmer in het echt. Dus ook weer niet helemaal. Maar goed. Die lamp is nu eigenlijk een beetje een doorn in het oog. Die achterste. Ik wil eigenlijk of dezelfde. Ja, gewoon dezelfde. Want dat creëert gelijk een soort van rust en eenheid. Ja, dan moet ik dat even bijbestellen. Nou jongens, dit is mijn studio. Mijn studio ook echt. Daar zie je de filmposter. Ik zal hem even goed laten zien. Kijk eens even hoe leuk. Dit is mijn karakter. Meg. En dan heb ik hier alle tekst. Dus hier zie ik wat ik moet gaan zeggen. En dan zie ik daar... de film, die wordt afgespeeld. Dus ik zie eigenlijk dan precies timing-wise wat ik moet doen. Ik hoor dus de mannen door het glas. Nou, je ziet maar één man. En jullie horen hem niet, want ik hoor hem natuurlijk door mijn koptelefoon. Helemaal blur. En wat ik ook hoor is de Engelse variant. Dus ik hoor precies ook de intonatie. En dat is natuurlijk super belangrijk, want ik moet natuurlijk horen of ik iets heel uitbundig zeg, of juist heel klein en een beetje somber. Dus ja, de Engelse film wordt gewoon afgespeeld ook op mijn oor. Dus dat helpt heel erg, want ja, anders moet je dat zelf natuurlijk allemaal gaan verzinnen. Ik ga gewoon een stukje doen en dan kunnen jullie dat zien. Yes. Rudy, waar zijn je goede manieren gebleven? Ja, dat ben ik, ja. Ik heet Mac trouwens. Over onze lijken. Zo, klaar. Oh my god, jongens. Ik heb net voor het eerst ingesproken. En het was echt geweldig om te doen. Het is... Ja, ik weet niet. Het is moeilijk uit te leggen, want je moet je gewoon helemaal in het karakter inleven. En dan zie je zeg maar jezelf terug. En dat is zo'n kick als het dan precies lukt op de, als zij haar mond beweegt. En met de juiste emotie erin. Ah, echt zo leuk. En sommige dingen gaan echt in één keer goed. En sommige dingen moet ik echt 8 keer opnieuw doen. Omdat het dan net niet de goede timing is. Of ja, de juiste, weet je wel, emotie in de stem. Maar oh, het is, ja, ik weet niet. Het is echt zo leuk om te doen. Ik kan niet wachten tot ik dit gewoon in de bioscoop ga zien. Hoe onwerkelijk. Dat je gewoon jezelf dan terug hoort met in al die speakers. En dan groot beeld. Echt, ach. Oh,
te gek. Mijn karakter is ook geweldig, want ze is helemaal een soort van fearless, durft alles en ze is super zelfverzekerd, maar ze heeft wel, ja, ze is wel gepest vroeger, dus ze heeft wel een klein hartje. Het is echt, ja, er zitten echt veel lagen in deze film. En ik ben nu, wow, het vliegtuig vliegt laag. Jeetje. Ik ben nu even op de Uber aan het wachten. Want dit is in Diemen. Dus dat is wel even een eindje verder. En dan ga ik lekker eten bestellen in de Uber. En dan kom ik thuis en dan kan ik lekker eten. De jongens zijn nog heel even aan het slapen, denk ik. Ja, want het is nu 2:30. Dus ik denk, ja, dat ze rond 2:30 worden ze meestal wakker. Dus dan kom ik thuis en dan even lekker eten. En dan met de jongens ga ik, ik denk even naar de speeltuin. Het ligt een beetje eraan of het zo meteen hard gaat regenen. Het is weer echt van dat vreselijke weer. Zo koud en guur en grijs. Blah. Ja, Wolf gaat al. Mm-hmm. Ja hoor. Ga maar daar, schat. Ik zat hier vast te houden, maar doe maar daar. Zo. Goed zo. Heel goed. Pippi? Wil je Pippi? Koepie. Luca ook Pippi kijken? Pippi kijken. Koepie. Pippi kijken ook? Koepie. Met Koekie. Zo, we hebben lekker gegeten en de jongens die zijn nu lekker aan het spelen, hè? Met allemaal grote keukenapparatuur, tenminste, dat klinkt heel heftig. Met een garde. Open. Open, dicht. Dicht? Waar is Wolf nou? Waar is Wolf nou? Mooi. Ga je pasta maken, Luca? Ga je pastaatje maken? Wie gaat er mee slapen? Gooi maar. Heel goed. Wel te rusten. Oh, wat chill. De kids zijn in bed en wij hebben pizza besteld. Oh, ik ben benieuwd, want ik heb hier nog nooit besteld bij Beppe. Die hebben een aantal filialen door de stad. Beppie. En dan hebben we ieder een groente, een verdure. En daar zit dus knoflookolie op. En dan kon je dat nog als optie truffelcreme. Ja, doe even normaal. Wat lekker. Doe even rustig. Ik heb hier alleen wat? Hij is niet gesneden. Oh, dat ik schrik helemaal. Doe eens even rustig. Helemaal. Alleen, wat? Man. Je bent zo overdreven altijd. Zien jullie ook eens een keertje, dat is dus niet gespeeld. Dat is dus echt. Zij is echt overdreven. Gewoon... Ja, nou, sorry. Dat zit gewoon in mij. Nou... Nou, ik baal hiervan, niet gesneden. Nee, ik dacht serieus dat er gewoon geen pizza in zat. Dat het gewoon zo erg was. Wil jij het snijmes, papa? Nee. Wil ik. Ik ben net al naar beneden gelopen voor de pizza. Oh, joh. En ook een theedoek mee voor de vieze handen. Dat heb je toch een zwaar leven, schat? De vieze handen. Heb je toch een zwaar leven? Nou, en hoe? Ik ben kapot van vandaag. Echt die stemmen doen, dat gaat niet in je koude kleren zitten, hoor. Ik doe zo mijn best. Ik vind het zo leuk dat jij dat gaat doen. Leuk, hè? Ik kan niet wachten om die film uiteindelijk met de boys te gaan kijken en zeggen, dat is mama. Ja. Hoe leuk. Wat ben je ook alweer in de film? Een stinkier. Oh ja. Heerlijk. Wel gezellig, die kerstboom op de achtergrond. Kijk, dit is nou man naar mijn hart. Die rent de keuken in om zelf de pizza's te gaan snijden. Ook voor mij. Dat vind ik nou zo lief. Dat vind ik nou liefde. Dat vind ik echt liefde, Snoef. Ja. Dit vind ik nou echt liefde. Dat jij mijn pizza snijdt. Ja. Dat vind ik echt attent. Attent. Lekker, lekker, schat. Heerlijk.